Tijd voor een quizje. Welk Frozen personage ben ik? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Deze ochtend ga ik beginnen met een sessie van de Ring Fit Adventure Game. Het is nu, daarom zit ik ook in mijn sportkledij. Het is nu iets voor 7. Ik heb super goed geslapen, echt waar. Misschien net iets te kort, omdat ik het heel erg nodig vond om gisteren dit boek uit te lezen. Maar ja, af en toe ben je zo'n boek aan het lezen en nu zit dat zo net op de, op de pagina dat het boek bijna het einde is en dat wil je het gewoon uitlezen. En in dit geval was dat nog meer dan 100 pagina's. Maar ja, dus, er was geen stopmomentje meer aan. Op een moment waarop ik dacht, nu kan ik het wegleggen. Nu wil ik het wegleggen, vooral dat eigenlijk. Net is Steven gewerkt, hij staat met het Ring Fit Adventure spel op de Switch. En nu ga ik mij omkleden. Het is nu trouwens 7:20. En meestal lees ik na mijn workout nog even blogloving of doe ik iets die ik zelf, alleen die ik heel erg tof vind. Of zo schilderen of tekenen of zo. Of breien. Maar vandaag ga ik mij meteen omkleden en dan ga ik vlogs editen. Wat dat ook tof is. Alhoewel ik ben niet zo'n tof grote editor. Maar ja, ik vlog wel graag, dus het moet ook gebeuren. Hallo, echt niet overdreven. Ik heb er 10 minuten over gedaan om mijn kousenbroek aan te doen. Eerst had ik hem binnenste buiten aangetrokken, dan van achterste voren en dan pas eindelijk juist. En nu het 7:50 is, kan ik eindelijk beginnen met het editen van vlogmas en vlogs. Terwijl ik mijn ontbijt eet, die bestaat uit de wafeltjes die ik gisteren heb gemaakt. En zoals jullie weten, vlog ik tijdens vlogmas elke dag. Dus je kan gewoon gaan kijken naar de vlog van gisteren. We gaan iets proeven. Alhoewel dat ik redelijk wat kaneel door het beslag heb gemengd, smaak ik niet echt de kaneel en nog altijd heel hard de banaansmaak. Waar ik dus geen enorm grote fan van ben. Maar dat doet het ook wel gezond smaken. en ik heb wel het idee dat dankzij de kaneel de banaan smaak toch een deel is gemaskeerd. Terwijl het kaneel toch niet smaakt. Goeie uitleg dit voor me. Goeie uitleg. Tijd voor een quizje. Welk Frozen personage ben ik? Tisken, Bouten, wat doe je? Ik ben een sneeuwman. Echt waar. Een van die twee, meestal een combinatie van de twee. Winter of herfst? Loyaal en optimistisch. Optimistisch. Nee, zeker. Ook dan een beetje. Dan. Yay, ik ben Anna. Ik herken me ook wel effectief het meeste, Anna. Zeker van de twee zussen. Eigenlijk wil ik nu gewoon al deze YouTube-video's kijken. Maar het is nu bijna 9:15, dus dat betekent dat ik eigenlijk moet gaan werken.
Hallo, het is nu 4 na 5. En ik ben net thuis van mijn werk. Ik ga beginnen met mijn keuken op te ruimen, want het is echt een rommel. Ik ga ook aardappeltjes koken. En mij omkleden, zodat mijn jurk zeker niet fel wordt. Kijk trouwens wat ik vandaag heb gedaan. Kan je het zien op beeld? Ik heb hier scheur in mijn jurk. Dat ik ga hapen dat van een deur. Zo, kerstrij aan. Dat is echt trouwens de machtigste combinatie ooit. Want ik heb natuurlijk gewoon nog mijn broekje onder, van onder mijn jurk. En ik koos zo'n broek aan. Ik ga je eventjes tonen hoe mooi ik mijn keuken heb opgeruimd. Allee, je ziet er voor anderen nog rommel uit, maar je is echt veel beter dan dat straks. Kijk, ik heb dat alvast gedaan. Ondertussen heb ik ook alweer gekookt, dus ik heb alweer pattenvel gemaakt. Maar veel beter dan van tevoren. En ik heb zelf het kastje onder mijn frigo geordend. Nu is het een geordende wanorde. Trouwens, heb je weer leuke sloeven al gezien? Snorlax. De Primark collectie van vorig jaar. Wel uit de mannenschoenen collectie, want ja, mijn voeten zijn te groot voor de vrouwen. Nu is het tijd voor een nieuw pakje. Ik heb het gevoel dat het chocoladeachtig iets is. Mooi naar Frozen of Frozen 3 kijken. Oeh ja, het is zo'n pick-up-achtig koekje. Deze zijn verkrijgbaar bij Leclerc. Ze zijn echt veel goedkoper dan de originele pick-ups. Ik ben echt zot van pick-ups. Mooi naar Frozen 2 in de cinema. Met mijn zusje en een vriendin van mij. Nu ga ik verder Simpson. Hopelijk tegen ik terugkom. Is de Sims University in reclame. Of heb ik het Magische Rijk? Hey! Omdat ik ja, alvast ging doen en huishoudelijke klusjes. Heb ik mijn jurkje uitgedaan omdat ik niet wou dat hij wel lekt. Dus ik had mijn kerstmistrui aangetrokken. En onder mijn jurk had ik gewoon natuurlijk een legging. Allee, zo'n kousenbroek ding. En bovenop mijn kousenbroek draag ik altijd zo'n klein broekje van de zeeman omdat ik dat super handig vind. En dat haalt ze heel hard tegen mijn schurige benen. En nu kwam er iemand aan mijn deur. Ik zag er zo uit. Mijn broekje, kousenbroek, kersttrui. En om de outfit volledig af te maken, Snorlax sloffen. Ik voelde me echt zo belachelijk in die outfit, maar dan ook zo belachelijk. En volgens mij durf ik gewoon nooit meer die mevrouw onder ogen te komen. Dus ja, het was deze heerlijke combinatie van confidence en chic. I don't know. Vooral enorm belachelijk. Gisteren heb ik het boek Storm uitgelezen. En nu u. Is het tijd om verder te lezen in mijn vorige boek die ik al veel te lang bezig ben. Dit boek, Filosoof en de Wolf. En doordat ik er de vorige keer Nadine door mijn rustzak heb gemoord, plakken de pagina's wel een klein beetje aan elkaar. Maar we gaan erin beginnen.
Want ik zit op pagina 188 en het boek heeft 449 pagina's. Dus dat zou eigenlijk nog wel moeten lukken, afhankelijk van hoe vlug ik lees. Want ja, zulke boeken lees ik trager dan. Fictieve boeken, dus fictieboeken. De filosoof en de wolf is echt geen gemakkelijk boek om door te lezen. Daarom dat ik er ook al zo lang aan bezig ben in tussenpauzes. Het is wel een heel interessant boek. En morgen heb ik hem sowieso